Goedemiddag of goedenavond. Zoals altijd, ja, ik wil dank zeggen aan de organisatoren van de studiedag. Dank dat jullie aan mij terug hebben gedacht om over zo'n boeiend thema zoals democratie te praten. Ik vind het echt jammer dat wegens mijn interventie die interessante discussie moest stoppen. Als jullie willen, kunnen jullie verder doen. Maar ik denk dat op een bepaalde manier mijn presentatie een soort van bijdrage kan leveren voor de discussie, vooral wat populisme en democratie en deze alienatie die noodzakelijk lijkt te zijn in het democratische leven, die thema's te thematiseren. Ja, zo is goed. Ja, denk ik zo. Ja. Hallo. Of dat gaat niet. Wacht, ga het zo doen. Maar ik denk dat iedereen kan me goed horen, ja. Het is voor de... dat is voor de camera. Dat is voor Vincent. Ah ja. Ah ja, het is goed. Ja, oké. Dankjewel. Dus ja, dank aan die mensen. En ook, ja, vorige keer had ik een allergisch aanval. En vandaag kom ik met een andere ziekte, namelijk verkoudenheid. Dus ja, dank ook aan Dafalgan. Anders ben ik hier niet. Dus we gaan beginnen. De vraag dat Vincent mij stelde toen was over wat eigenlijk democratie is of welke de kenmerken zijn van de democratie onder de titel van substantiële democratie. En achteraf heb ik gelezen dat ik ook over democratische waarden moest iets zeggen. Ik ga proberen zo iets zinvols daarover te zeggen. En dacht ik ja, dat misschien goed zou zijn om de discussie rijker te maken, zo te zeggen, over wat substantie kan betekenen of betekent binnen de filosofie tenminste, namelijk de mensen die dat woordje ooit hebben uitgevonden, die om te vertalen ook veel problemen brachten. Dus substantie is eigenlijk de Latijnse vertaling van usia of totienaina of todeti. Ik ga ze bied daarover iets meer zeggen. Maar al de Latijnse vertaling is al een probleem. En dan dacht ik dat ik drie filosofen ging bespreken over democratie. Maar Fichte komt niet vandaag. Ik denk dat ik geen tijd zal hebben, maar ik ben vergeten dat hier weg te doen. Maar wel Plato en Spinoza. Ja, Plato een antieke filosoof. Ja, Spinoza is een moderne filosoof. Voor sommige mensen de vader van de verlichting of van de radicale verlichting. En dan ga ik proberen zoals een soort van conclusie voor te stellen, vooral om een discussie daarover te beginnen. Dus ja, ik moet eigenlijk mij haasten. Dus ik dacht dat ik moest zelfs lezen. Laat ons naar een definitie zoeken. Wat willen wij dan zeggen, ja, als wij over substantiële democratie praten? Hè? Bestaan inderdaad zo essentiële kenmerken, ja, van de democratie, ja, van de democratie in de geschiedenis? Van de westerse wereld tenminste, met Athene onder andere in het begin, of Griekenland, ja, tot vandaag. En wat betekent, ja, substantie, substantieel, als we over substantiële democratie iets willen zeggen. Dus daarover, over substantie en substantieel, denk ik belangrijk volgens te zeggen dat normaal gezien denken wij substantie of essentie of iets substantieels in tegenstelling tot iets dat toevallig is. Ja, wat we normaal gezien een accident noemen. Een accident noemen. En tot ons verrassing, als wij zo filosofen lezen, dan vinden wij dat verschil tussen wat essentieel is en wat toevallig is niet zo transparant. Zo te zeggen. Natuurlijk kunnen we over substantia praten, dat is wat daarachter is, of een hypokeimenon in Grieks, wat daarachter gezet of geworpen is, een subjectum.
Nee, of een substratum, ook in de zin dat wat daarachter is. Namelijk, ik zie de tafel en die tafel is een specifieke tafel in tijd en ruimte vooral bepaald, geconditioneerd, maar ik identificeer die tafel als dusdanig dankzij dat ik een idee van tafel heb. En dit concept van tafel zou eigenlijk de essentie van tafel zijn. Een soort van meubel voor dit en dat. Dus wat toevallig en wat essentieel is, is zeer gemakkelijk in het voorbeeld van tafel. Maar als wij, ik weet niet, een postmoderne filosoof zoals Gilles Deleuze nemen, die jammer genoeg gestorven is, dan praat hij over concepten waar de extensie eigenlijk gelijk aan eens is. Ja, dus geen universele concepten, maar een concept als de totaliteit van de accidenten. Als voorbeeld zegt hij niet een vogel, maar dat vogel die nu ik kan zien en op een boom is en zo verder enzovoort. Ja, dat het concept is zo gespecificeerd dat eigenlijk gelijk aan eens is. En het resultaat is dat alle kenmerken en predicaten zijn even essentieel. Het idee daarachter, of waar naartoe ik wil komen, is namelijk dat misschien met de democratie hetzelfde experiment wij zouden moeten doen. En in die zin pakken wij bijvoorbeeld de vijfde definitie van substantie, en dat is van Aristoteles. En dat is dat wat daar is, de to de ti. En tot ons verrassing, voorbeelden van essentie en van substantie, dat Aristoteles geeft in zijn categorieën, zijn er twee. Dit paard en deze mens. Dus precies iets dat ik nu aan het kijken ben. Dus in het geval, in de voorbeelden van dit paard en van deze mens, is er geen verschil tussen wat toevallig en wat essentieel is. Dus laat ons proberen nu hetzelfde schema te behouden en toe te passen aan het probleem van democratie. Ja? Een beetje het idee van dat er een substantiële democratie zou bestaan in tegenstelling tot deformaties, zo te zeggen, van de democratie. Dit idee te problematiseren. Ja? Namelijk dat alles noodzakelijk is, of zoals Hegel mooi zegt, ja, dat het ware is eigenlijk het geheel. Ja? Dus dit idee vinden wij in Deleuze, Hegel, Fichte, Spinoza, Aristoteles en andere filosofen. Laat ons dus nu naar het volgende puntje komen over democratie en Plato. En dat is een zeer boeiend thema dat ik vorig jaar heb ik een beetje onderzocht, zo te zeggen. En het had te maken, heeft te maken met, zoals jullie weten, het proces tegen Socrates. Hè. En ten eerste wat ik me vroeg is, ja, oké, okay, we leren dat de Socratische vraag is de vraag naar de definitie van iets. En dat klinkt tot en met in termen van die soort van substantiële discours dat ik wil vermijden. En ik dacht aan het einde van een college over Plato, dacht ik dat misschien de vraag, de platonische vraag en daarom de Socratische vraag, is ja, wat is er gebeurd? Ja? Dus niet te definiëren wat de democratie is, maar oké, okay, wat is er toen? Nee, dat was 399 voor Christus, ja, in de lente, in Athene. Wat is er eigenlijk gebeurd? En dat als antwoord van wat democratie is. Ja, omdat toen in Athene was democratie en een 70-jarige mens, ja, is gewoon ter dood veroordeeld. In tijden trouwens van politieke amnestie. En toch. Ja, en dat was een democratische beslissing. Dus dat was geen moord. Ja, dat was eigenlijk een democratische verliezing. En als we blijven bij het traditionele schema van substantie en accident, dan kunnen we zeggen, oké, okay, op dat moment functioneerde de democratie niet juist. Maar ik zou voorstellen de andere weg te nemen en zeggen, nee, dat is ook democratie. Als we democratie willen definiëren, moeten we ook dergelijke gebeuren kunnen integreren naar het concept van democratie. Ja. Dus ik zou zeggen, ja, het postulaat is de substantie de som van de accidenten. Dus wat is de Atheense democratie? Natuurlijk Pericles. Ja.
zo te zeggen, voor iedereen is een voorbeeld van een goede politicus. Bij Plato en ook Plato, Plato's ouders of familie, Pericles was een demagoog. Ja? Zoals Augustus voor vele intellectuelen in Rome. Ja, dat was een persoon die wou eigenlijk een beetje zo de kosten van de democratie beter te verdienen, zodat de rijkere mensen een beetje meer moesten betalen. Dus we lezen over Pericles, onder andere bij Socrates bijvoorbeeld, dat Pericles een demagoog was, ja, dat een populist, wat we vandaag noemen een populist is. Ja, en ik zou zeggen, niet daarom is Pericles geen democraat geweest, nee. De Atheense democratie was super populist. De adviseur was Protagoras trouwens. Ja? Dus dat was een systeem, ja, die eigenlijk conceptueel ondersteund was door sofisten. Ja? Ik zou zeggen, andere soort van filosofen. Ja? Dus de democratie in Athene is natuurlijk Pericles. Ja? Het is ook de cultuur, ook de hegemonie, politieke hegemonie van Athene. Ja? De poging om tegen iedereen oorlog te voeren. Ja? Het is ook Crisias, ja? Of Alcibiades. Die zijn de hoofden zo te zeggen, van de tirannie van de dertig. Die een soort van pauze in de democratie waren. En een soort van reactie tegen de democratie. Ja? Van Athene, een soort van, er was een coup d'état, zo te zeggen, in die tijd. En met ondersteuning van Sparta kwamen aan de macht zo die 30 mensen die eigenlijk de democratie in Athene een beetje moesten kruisen. En dat betekent 1000 mensen te executeren. Ja? En dan komt terug de democratie en de eerste dingen dat de democraten doen is Socrates ter dood te veroordelen. Dus het punt is dat alles is democratie. Of laat ons proberen te denken een concept van de democratie waarvan het resultaat niet is dat de negatieve kenmerken als iets toevalligs komt, maar eigenlijk als iets essentieels. Ja? De substantie is wat ook wat is geweest. Ja, tot die in eenheid. Ja, goed. Laat ons nu naar het tweede punt, namelijk over Spinoza. Ten eerste, ik zou jullie allemaal, mensen zoals Negri, Balibar of Jonathan Israel te vergeten, namelijk zo rechte en linkse advocaten van Spinoza. Lees gewoon Spinoza, ja, het is zeer mooi te lezen. In Latijn is het niet zo moeilijk en er zien we goede vertalingen. En dan gaan we zien dat zijn idee van democratie is niet zo cool. Ja? Dus bijvoorbeeld bij Negri of bij Balibar kregen we de indruk dat Spinoza aan de kant is van een soort van Occupy movement. Bijvoorbeeld, of bij Jonathan Israel gaan we zoiets vinden dat Spinoza echt een open mind denker was. Maar niemand van die mensen en ook alle secundaire literatuur die Spinoza en de politiek schreven, vertellen ons iets over bijvoorbeeld dat volgens Spinoza vrouwen geen politieke subjecten zijn. Ja? En dat heeft Spinoza geschreven in zijn hoofdstuk over democratie in de Tractatus Politicus. Dat is een manuscript dat Spinoza nooit had gepubliceerd. En eigenlijk is het laatste dat Spinoza heeft geschreven. De laatste alinea's gaan precies over waarom vrouwen niet aan de politiek mogen meedoen. En het punt is niet te zeggen, Spinoza het is een vrouwenonvriendelijke denker of ja, dat was de tijd. Nee, het is gewoon te denken, voor hem was geen contradictie tussen democratie en de, zo te zeggen, de noodzakelijkheid om een groep uit te sluiten. Ja, dat klinkt zeer Laclau-achtig, ja? Laclau-mezig zeg maar in Duits. Ernesto Laclau is een van de belangrijkste theoretici over populisme. Maar ik denk dat hij inderdaad een punt maakt door te zeggen dat in de democratie is altijd een groep die zich identificeert met de totaliteit. En dat is wat hij noemt hegemonie. En wat gebeurt? Ja, iemand
valt buiten. Ja, dat is normaal. En dat gaat direct natuurlijk tegen wat wij voor de pauze hebben gehoord over Habermas. Dit ideaal van iedereen mag meedoen. We moeten proberen zo instrumenten te ontwikkelen, zodat de stem van iedereen kan tellen. En dat is democratie. Er is een andere theoretici en er zijn ook vele feiten, zo te zeggen, die tonen dat de democratie zich altijd realiseert daardoor door iemand buiten te laten. De vrouwen, de vreemdelingen, de politieke minderheden enzovoort, enzovoort. Dus laat ons nog een beetje meer binnen het Spinoziaanse universum treden. Dus het is zeer interessant wat Spinoza zegt, namelijk dat wij allemaal gelijk zijn. En we zijn allemaal gelijk omdat wij vooral ofwel louter stof en materie zijn, ofwel wij allemaal zo een zelfbewust momentje van God zijn. Ja, dus God op zichzelf is onbewust en het is hetzelfde zoals het geheel, ja, Deus sive natura. En af en toe, God wordt bewust. En natuurlijk, bewust betekent dat niet alles wordt gezien of gedacht. En dat is elke individuele zelfbewustzijn. Dus Deus, ofwel God, ofwel natuur. Het geheel is wat tel. En eigenlijk is er geen verschil. En we zijn allemaal een deel van dat geheel. En dan wat zijn rechtsfilosofie of staatsfilosofie betreft, is zeer interessant zijn idee dat we zijn allemaal materie, dus we zijn allemaal gelijk, ja, absolute egalitarisme. Maar in principe is er geen verschil tussen de natuur en de wereld van de mensen. Dus in de natuur vinden wij ook rechten. Waarom? Omdat rechten hebben te maken met kracht. En je hebt zoveel rechten, ja, afhankelijk van hoeveel kracht je hebt. En dat klinkt een beetje totalitaristisch, maar dat is niet waar. Ik bedoel, hoeveel rechten hebben de vrouwen vandaag? En hoeveel rechten hadden de vrouwen vroeger? Ja, en dat kunnen we super gemakkelijk analyseren met het schema van Spinoza. Hoe meer weerstand, kracht je hebt of kan uitoefenen, hoe meer rechten zal je hebben. Het is de basisidee van strijd voor erkenning. Ja, zo Axel Honneth of Hegel. Dus je moet strijden voor je rechten. Als je geen kracht hebt, heb je ook geen rechten. En aan de andere kant, en dat is ook een boodschap van Spinoza aan de machtgevers, je moet altijd oppassen. Je moet leren de mensen te onderdrukken. Ja, zodat de mensen nooit tegen jou een revolutie zouden willen beginnen. Ja, dus je merkt hoeveel rechten je hebt tegenover het volk. En Spinoza zegt dat volgens hem de democratie is eigenlijk de beste regeringsvorm en ook de absolute regeringsvorm. En dat betekent dat het is zo te zeggen, de meest rationele regeringsvorm. Maar wat betekent eigenlijk rationeel voor Spinoza? En wat is eigenlijk de democratie? Ten eerste denkt hij, ja, in een soort van grote assemblée waar alle burgers meedoen. En dat betekent dat kinderen, slaven en vrouwen buiten blijven. Ja, iemand moet werken. Ja, en iemand moet ook keuzen. Ja? Dus enkel de mannen, de burgers, doen mee aan de democratie. En zijn idee is, ja, hoe meer mensen meedoen aan het debat, ja, hoe rationeler eigenlijk de beslissingen zouden zijn. Het is precies het omgekeerde van het principe van Hobbes. Ja? Hoe minder mensen beslissen, hoe beter de beslissing is. Dat is het idee van Hobbes. Dus
En bijvoorbeeld niet enkel dat vrouwen buitengesloten moeten zijn van de politiek is volgens hem rationeel en democratisch. Maar ook dat de staat een soort van censuurrecht moet hebben. Ja, en dat staat duidelijk in zijn Tractatus Theologicus Politicus. En dat betekent dat de staat moet genoeg kracht hebben om de publieke sfeer, zouden we vandaag zeggen, te administreren. Bepaalde dingen mogen niet gezegd worden. Waarom? Omdat die dingen misschien het volk kunnen mobiliseren en dat is tegen de orde. En het belangrijkste in de politiek is de orde, ja, te behouden. Dus, zeer snel gezegd, na onze korte bespreking van Plato en Spinoza, kunnen we zeggen dat wij een andere definitie van democratie vinden die niet veel heeft te maken met wat we normaal gezien democratie noemen. En ik zou niet zo snel naar een soort van simplistisch antwoord gaan en zeggen, ja, zoals vroeger, of die mensen zijn verkeerd. Omdat bijvoorbeeld in het hedendaagse fenomeen van populisme vinden we ook die soort van democratie. En dan denk ik dat we een mooi experiment zouden kunnen doen als we ons zelfs die vraag stellen. Ja, waarom storen demagogen ons eigenlijk? Of waarom stoort ons dat bijvoorbeeld zoals in Amerika dat zo... Ja, die soort mensen, ja, die meerheid die geen idee heeft over wat goed voor de hele mensheid is. Waarom die mensen moeten beslissen wie de president van Amerika kan zijn. En ik zou antwoorden, ja, waarom denken we niet dat democratie eigenlijk zoiets is? Ja? Namelijk dat wat met Trump gebeurd is, geen uitzondering is, maar de bevestiging van de regel is. Dus ja, wat als precies onze verwarring omtrent populisme en democratie de oorzaak is van bijvoorbeeld deze vertekend beeld dat we hebben over de democratie, of ook al de kritieken, ja, als we zien alle de kritieken die wij op café of op televisie of in columns of in wetenschappelijke papers doen tegen Trump of tegen populisme, ik zie altijd hetzelfde zo typische geste van de mensen weten niet wat ze doen. Ja, dat heeft Marx, maar dat heeft ook Jezus gezegd. Dus theïsten en atheïsten delen hetzelfde punt. Ja, deze wantrouwen tegen de massa, tegen het volk. Ja. En dan lijkt dat eigenlijk politieke theorie en ook de filosofie, maar ook de wetenschappen en ook de economie, wat wij in deze discipline proberen te doen, is altijd deze massa die zeer gevaarlijk is als die massa een stem krijgt, te controleren. Door bijvoorbeeld een verschil te doen tussen ongeletterd of geletterd, of een verschil te doen tussen mensen die wel weten goed te stemmen en mensen die dat niet weten. En de democratische geest eigenlijk is precies het tegendeel. Ja? Dat de stem van de experten telt absoluut niet. Ja? Het is één stem per persoon, per lichaam. Dus nu komt de vraag, wat zou nu een soort van democratisch leven, of wat zou betekenen dat wij op een democratische manier willen denken of met elkaar omgaan? Ja, als conclusies en nog voor de discussie, denk ik altijd mooi zo dat zinnetje te zeggen, ja, vox populi, vox dei, maar niet... Nog altijd niet in termen van substantie en accident te denken, namelijk dat God af en toe door het volk manifesteert, maar eigenlijk monistisch te denken. Ja, er is geen buiten, dus God is niets meer dan het volk. Dus, en we veronderstellen dat God nooit iets verkeerd kan doen. Dus de verkiezingen in Amerika zijn niets verkeerd. Het is gewoon wat typisch democratisch is, dat...
wat het volk zegt, ja, dat is de waarheid, de politieke waarheid. Ja. Er komt natuurlijk zo de vraag, misschien het probleem in Amerika is dat die mensen niet goed opgevoed zijn, dat ze ja, een slechte cultuur hebben. Dat is een oude discussie. U hebt over Schiller iets gezegd en dat is precies het probleem van Schiller. Ja. We zouden graag zo de Franse revolutie in Duitsland ook doen. Ja, wat is het probleem? Ja, ons volk. Ja, die zijn allemaal boeren. Ja, we moeten eerst via de kunsten, ja, via de esthetische opvoeding, ja, moeten de mensen zo een beetje naar boven brengen. Ja, veredelen, zeggen ze. En op een bepaald punt gaan ze wel voor het goede kunnen stemmen. Nu de vraag is, wie zal dat bepalen? En we hebben duizend experimenten aan het einde van de 19e eeuw in Mexico. Was ook zoiets, zo'n dictatuur die begon met, we gaan eerst... Ja, een mooie zo beleid wat onderwijs betreft uitvoeren. Ja, en na 5 jaar gaan wij echt verkiezingen doen. Maar die 5 jaar zijn 10 jaar geworden. Ja, dus je moet wel een beetje oppassen. Ja, en dan de laatste vraag of democratisch is de directe participatie van de burgers te verhinderen of te beperken. Dat is het voorbeeld in Europa door ja, de bemiddeling waarover u... hebt gepraat, nee, alle die instituten, die wel een zeer goede instrument is, zodat het populisme niet zo gemakkelijk aan de macht kan komen. En als ik me niet vergis, dat was het laatste dat ik vandaag wou zeggen. Dank voor jullie opmerkzaamheid.